Mijn naam is Daniel Niessen. Ik studeer fotografie aan de Academie voor Media, Art en Performance van het Koning Willem I College. Waarom ik voor deze opleiding heb gekozen? Dat is omdat ik altijd al bezig was met beeld maken. Sinds ik een jaar of 10 was, altijd al met de camera in de weer. En toen ik was daar zoveel mee bezig als hobby. Dat ik uiteindelijk dacht van ja, wat wil ik gaan worden? En dacht ik wil nog veel meer verhalen vertellen, mensen inspireren, communiceren door middel van beeld. Wat ik heel erg leuk vind aan de opleiding is uit je comfortzone treden. Je komt op gekke plekken door de opleiding. Je leert jezelf kennen en daarnaast leer je goed communiceren, zowel sociaal als door beeld. Een paar weken terug stond ik op de huisuitbeurs en de dag daarvoor stond ik nog in een fabriek die plastic recycelt. En 2 dagen later zit ik in een klooster, zoals afgelopen weekend. Op dit moment doe ik mijn afstudeerstage bij de NRC Handelsblad hier in Amsterdam en bij de fotoredactie. In principe werk ik voornamelijk als fotograaf, maar zit ik ook weleens op de redactie om mee te kijken voor het selecteren van beeld voor op de website. Ik zeg zelf altijd, omschrijf ik het als een soort van creatieve broedplek. Zou ik heel leuk vinden om als later een studio te hebben waarin ik niet alleen fotografeer, maar ook samenwerk met andere kunstenaars, misschien expositietjes organiseer. Daarnaast zou ik graag doorstuderen in deeltijd, zodat ik zowel mezelf kan ontwikkelen binnen mijn bedrijf of elders, maar ook op een opleiding. Graag zou ik dit doen aan de Internationale Kunstacademie in Den Haag. In 2015, 2016 ben ik begonnen met een groot project over de buurt waar ik woon. Een achterstandswijk waar ik dan met mijn moeder nog woonde. En daar heb ik 2 jaar aan gewerkt om de identiteit van Nederland te onderzoeken. Door middel van alle verschillende culturen die daar wonen, religies, doorstartwoningen. En ik merkte eigenlijk dat er heel erg actueel was. En dat heb ik op een soort van innoverende manier gepresenteerd op een digitale website waar je doorheen kan scrollen. Dat heet een interactieve webdocumentaire. Daarnaast werd er door de opleiding gevraagd of ik een keer wilde meedenken over het onderwijs. En ik merkte zelf dat het soms heel verspokkeld was. Samen met andere leerlingen hebben dat toen voorgesteld van kunnen we niet die projecten meer aan elkaar verbinden. Want ik merk heel erg wanneer je energie in één project kan stoppen. En je daarin kan vastbijten, dan kan je daar een veel beter verhaal van maken. Als ik zeg dat we heel blij zijn en het ook terecht vinden dat Daniel genomineerd is als excellente leerling. Hij loopt nu dik 2 maanden stage bij NRC en wij zijn hartstikke tevreden met hem. En hij is ook een van onze beste stagiaires tot nu toe. En dat zeg ik uit alle eerlijkheid. Dus wat ons betreft is Daniel een dikke winnaar. Een boodschap die ik aan jonge VMBO'ers of MBO'ers mee zou willen geven, is denk ik dat je moet durven dromen. Laat je niet tegenhouden over wat andere mensen vinden dat je moet doen, maar doe vooral wat je leuk vindt en zorg dat je er heel goed in wordt en succesvol in wordt.